Hey, hallo en welkom weer bij deze nieuwe misdaad en make-up. Dolly, kom je met trots je balletje weer laten zien? Hond wil er ook even op. Oké, ga maar even lekker slapen. Zoals jullie zien, ik heb een beetje kleine oogjes. Dat komt omdat ik tot midden in de nacht heb doorgewerkt aan deze zaak die ik vandaag met jullie ga bespreken. Ik zat er weer diep in, jongens. Mijn god, want wat ik vandaag met jullie ga delen en de zaak die ik vandaag ga behandelen tijdens deze misdaad en make-up is vrij heftig. Ik zeg het alvast, ik ga vandaag de zaak van Diane Downs behandelen. Ik haat deze vrouw echt tot in mijn kern. Ik heb echt hele nare gevoelens gecreëerd voor deze vrouw en na deze video gaan jullie vast ontdekken waarom en waarschijnlijk gaan jullie ook hetzelfde voelen. Maar goed, ik vertel jullie daar straks natuurlijk alles over. Als eerst wil ik jullie ontzettend bedanken, want Moordcast is genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Dat betekent dat de teller weer op nul staat en dat we nogmaals keihard moeten gaan stemmen, nog harder dan de nominatieronde. Want dat kan ervoor zorgen dat wij die award voor Moordcast in de wacht gaan slepen. Dat willen wij heel graag. Ik en mijn broer natuurlijk. Ken je Moordcast nog niet? Moet je dat zeker eventjes beluisteren op Spotify. Elke vrijdag om 4 uur, als ook deze video online staat, bespreken we dezelfde zaak die ik tijdens misdaad en make-up bespreek in Moordcast. En waarom doen we dat? Nou, op YouTube mag ik niet alles zeggen. En in de podcast kunnen we dan de ongecensureerde versie uploaden. Misdaad en make-up is natuurlijk weer waardevol om te kijken, omdat ik er beelden bij kan laten zien. Dus kijk gewoon elke vrijdag allebei Spotify en YouTube. Doe het gewoon. Dus, wij willen die Dutch Podcast Award heel graag krijgen. We zijn genomineerd onder de categorie verhalend. Dus stem op ons en dan moet je eventjes je e-mailadres invullen. Stem trouwens het liefst met elk e-mailadres die je in je bezit hebt. Want met elk e-mailadres kun je in ieder geval 1 stem uitbrengen. Dat is geen vals spelen hoor. Gewoon doen. Wat wel heel belangrijk is, is dat je je stem verifieert. Je krijgt dan een mailtje. Dan moet je eventjes op bevestigen klikken. En dan is je stem echt geldig. Dus houd er rekening mee dat je dat mailtje echt nog eventjes moet bevestigen. Dus alsjeblieft, stem als een tiet op Moordcast voor de Dutch Podcast Award. Trouwens, elke zondag ben ik ook nog live voor jullie op Twitch. 3 uur 's middags, elke zondag. Zet het eventjes in je agenda, want dan speel ik verschillende games met jullie. Waaronder Black Stories. Het is natuurlijk bijna Halloween en ik ben wel van plan om flink uit te pakken op YouTube, op TikTok en ook op Twitch. Dus volg mij daar ook eventjes en dan is het alweer tijd voor de shout-out van deze week. Deze week is die voor City Reinders. Wat een heftig verhaal, maar je vertelt het zo helder en boeiend. Ik vind het een topserie wat je doet op YouTube. Na een lange werkweek even ontspannen met misdaad en make-up. Dankjewel lieve City, wat een super lief compliment. Wil je kans maken op de shout-out? Plaats dan eventjes een comment onder hashtag SOnnedy. Laat me eventjes weten of jullie gestemd hebben op de Podcast Awards. En wie weet, ben jij wel degene die de volgende keer een shout-out verdient. Nog eventjes een disclaimer, want het is echt een ontzettend heftig verhaal wat ik vandaag ga vertellen. Er komt een kindermoord in voor. Geweld. Er kunnen best wel onderwerpen in zitten waar je gevoelig voor bent. Dus kun je daar niet tegen, klik deze video dan weg. En ben je onder de 12 jaar oud, vraag je ouders om toestemming om deze video te mogen kijken. Of vraag natuurlijk of ze gewoon met je meekijken. Dat kan natuurlijk ook. Verder is deze video bedoeld voor educatieve doeleinden. En is het absoluut niet mijn bedoeling om oneerbiedig over wie dan ook te praten. Alle informatie die ik geef is informatie die ik op het internet heb gevonden. Dus zijn jullie klaar voor wat mascara en mysterie? We gaan heel snel beginnen met dit verhaal. Elizabeth Diane Frederickson wordt geboren in Phoenix, Arizona op 7 augustus 1955. Haar ouders zijn Wesley Linden en Willadane Frederickson. Ze groeit verder op in een vrij conservatief gezin. Ze wordt gelovig opgevoed. En eigenlijk gaat ze hier altijd netjes in mee totdat ze een jaar of 14 is. Dan begint ze zich eigenlijk tegen haar ouders af te zetten. En dan begint haar gedrag te veranderen. Iedereen die een jaar of 14 is, begint wel te puberen. Nou, dat was bij haar natuurlijk ook het geval. Ze begon zich vooral wat uitdagender te kleden. En was nogal, ziekelijk bezig met de jongens. Met name de oudere jongens. Ja, ze was altijd op zoek naar aandacht. Het is natuurlijk helemaal niet erg, hè, als je een beetje kikt op aandacht. Ik denk dat iedereen dat wel leuk vindt, maar ja, bij haar had dat toch wel andere vormen, extremere vormen dan
dat je misschien gewend bent. Na high school gaat ze naar een christelijke school, de Pacific Coast Baptist Bible College. Een hele mond vol. Maar ook daar gedraagt ze zich nogal uitbundig. Dat werd niet echt geaccepteerd, werd zelfs van school gestuurd en ging weer bij haar ouders wonen. Ja, hoe Diane zich uit, dat uitbundige, dat seksuele wat ze over zich heeft, dat is iets wat een hele grote rol gaat spelen in deze zaak. Ze leert op jonge leeftijd haar charmes al in de strijd te gooien en ziet intimiteit als een soort middel om macht te krijgen, om dingen voor elkaar te krijgen. Dit is iets wat, waar Diane zich op jonge leeftijd al wel mee bezig hield en waar ze zich bewust van was. In haar tienerjaren ontmoet ze een jongen genaamd Steve Downs, waar ze later in 1973 dan ook mee trouwt. En ze is op dit punt dan nog maar 18 jaar oud. En ze trouwt met hem nadat ze van huis is weggelopen. Haar ouders hadden dit huwelijk namelijk totaal niet goedgekeurd. Dus ja, er zat maar één ding op: vluchten en trouwen met deze vent. Een jaar later, toen ze 19 was, in 1974, bevalt ze van haar eerste dochter, genaamd Christy Ann. 2 jaar later wordt haar tweede dochtertje geboren, genaamd Cheryl Lynn. 3 jaar later krijgt ze weer een kindje, namelijk een zoontje, genaamd Danny. Diane heeft dus op haar 24ste al 3 kindjes. Maar ja, ze hield er nogal wat affaires op na. Zoals ik al zei, Diane zat niet stil, ongeacht ze getrouwd was of niet. Ze ging behoorlijk vreemd en zocht het dan ook flink buiten de deur. Aandacht van mannen, dat is iets wat Diane niet uit de weg kon gaan. Ik vraag me af of mensen weten wat trouwen betekent. Trouwen. Misschien had je dat anders niet moeten doen. Dit zorgde natuurlijk voor redelijk wat problemen binnen het huwelijk. Het derde kindje wat Diane had gekregen was ook niet van haar man Steve. Steve had zichzelf namelijk gesteriliseerd na de tweede, want die vond het wel genoeg zo. Die dacht, het gezin is nu compleet, we hebben 2 dochters en meer hoef ik niet. Ja, en toch zwanger raken van een derde kind. Danny was in ieder geval niet van Steve. En Steve heeft daarna nog wel geprobeerd de relatie met Diane door te zetten. Maar na ongeveer 1 jaar te hebben geprobeerd, zetten ze toch een punt achter een huwelijk en gaan ze scheiden. Verrassend genoeg raakt ze vlak hierna weer zwanger. Maar dit keer als draagmoeder voor een koppeltje. Het koppel kon geen kinderen krijgen omdat de vrouw van dat stelletje dus onvruchtbaar was. En Diane wilde hun wel helpen door draagmoeder te zijn voor hun kind. Diane had zichzelf hiervoor opgegeven. Dit was ook best wel een bijzondere taak. Want er waren in die tijd, begin jaren 80 hebben we het over, nog maar 100 draagmoeders in heel de Verenigde Staten. Dus je kunt je wel voorstellen dat ze die rol dan ook maar al te graag opneemt. Ze wilde ook graag uniek zijn en ze hield van aandacht. En dit deelde ze dan ook graag met mensen en was het ook iets waar ze erg trots op was. Ja, Diane genoot hier wel van en ze kon er ook nog een aardig zakcentje mee verdienen. Ze kreeg namelijk voor het draagmoederschap van dit kindje maar liefst $10.000. Ze beviel uiteindelijk van een meisje. Die werd uiteindelijk Jennifer genoemd en overhandigd aan het koppel. Ze gaat verder nog aan het werk als postbezorger bij een postbedrijf, maar heeft dan natuurlijk wel oppas nodig voor de kindjes. Nou, haar ouders staan haar daar wel redelijk in bij. Ook Steve kan nog wel vaak oppassen op de kinderen, maar dit lukt natuurlijk niet altijd, want die mensen hebben ook hun eigen agenda's. En zodra ze dan geen oppas heeft, besluit Diane dan gewoon te werken. En dan laat ze haar kleine kindjes gewoon thuis alleen. Christy, de oudste van de 3, die was dan nog maar 6 als ze de leiding op zich neemt. Je kunt je wel voorstellen dat dat niet helemaal goed gaat. Dit is iets wat in de omgeving en in de buurt ook op begon te vallen. Haar kinderen zagen er niet bepaald verzorgd uit, waren hongerig en ondervoed. En soms zaten ze zelfs een paar uur voor de deur op de veranda op hun moeder te wachten. Diane nam het in ieder geval niet zo nauw met de moederrol, dat was wel duidelijk. Kinderen krijgen, dat kon ze wel, maar er uiteindelijk voor zorgen, dat is iets wat haar dan niet echt interesseerde. Bij het postbedrijf waar ze werkt had ze inmiddels ook een flinke reputatie opgebouwd. Ze heeft namelijk, surprise, surprise, verschillende verhoudingen op haar werk met collega's. Ja, iedereen weet eigenlijk wel hoe ze is, met wie ze het doet. Ja, dat gaat natuurlijk allemaal rond als een lopend vuurtje. Er is echter 1 man waar Diane het wel mee ziet zitten. Meer dan alleen een avontuurtje. En dat is meneer Robert Knickerbocker. Hij is getrouwd, zij is natuurlijk single. En hij is ook wel op de hoogte van de reputatie die Diane daar in dat bedrijf heeft.
Ja, die denkt dat dit gewoon een fling is, net zoals de andere mannen waar ze het mee doet. En voor hem is dit dan ook echt puur lust en niet meer dan dat. Hij heeft natuurlijk gewoon zijn vrouw thuis zitten. Kan er niet over uit, waarom gaan mensen dan trouwen? We gaan nog wel lekker single door het leven. Ik snap dat niet. Hij heeft in ieder geval geen serieuze bedoelingen met Diane. Maar Diane denkt daar anders over. Ze creëert echt een enorme obsessie voor deze man. En dat is eigenlijk wel iets wat je vaker ziet. Als een man een vrouw niet wil, dan wordt het ineens interessant. En voor Diane werd hij echt een hele ongezonde fixatie. Het enige waar ze de hele dag aan kon denken, dat was Robert. Niks anders wat er nog toe doet. Hij was dan ook echt wel duidelijk tegen haar van ja, ik wil geen relatie met jou. Op een gegeven moment was hij genoodzaakt de affaire te beëindigen omdat Diane compleet doorsloeg en hem totaal verstikte. Ze eiste van hem om zijn vrouw te verlaten. Dus hij dumpt Diane en daarbij geeft hij nog een paar redenen. En onder andere de reden dat hij geen stiefvader voor haar kinderen wil zijn. Hij had sowieso geen kinderwens en daar moest hij niks van hebben en hij zou ook nooit voor ze willen zorgen. Ik neem aan of Diane nou wel of geen kinderen had. Hij had gewoon niet dezelfde gevoelens voor haar als dat Diane voor hem had. Dat is natuurlijk hartstikke pijnlijk. Liefdesverdriet, een gebroken hart, Dat valt moeilijk te accepteren. Dus Diane ging zich echt fixeren op die opmerking. Ze dacht, mijn kinderen zijn de oorzaak. Deze man wil niet met mij zijn, omdat ik kinderen heb. Mijn kinderen zijn wellicht een obstakel in de relatie die ik mogelijk met Robert had kunnen hebben. En ze begonnen de kinderen echt kwalijk te nemen. Diane besluit te gaan verhuizen. 2000 kilometer verderop en hoopt daarmee dat Robert haar misschien gaat missen en wellicht haar kant op komt. Maar ja, dit gebeurt niet. Sterker nog, Robert was eigenlijk wel opgelucht dat Diane vertrokken was, want dat was toch alweer een blok aan zijn been minder, zullen we maar zeggen. Die obsessie van Diane werd er echter niet minder op. Ze begon Robert echt elke dag brieven te schrijven. Die kwamen op een gegeven moment gewoon retour, ongeopend. En die bleef ze maar sturen en ze bleef hem maar schrijven. Af en toe stond ze ook gewoon random bij hem op de stoep. Moet je nagaan, 2000 kilometer verderop. Ik heb een beetje overdreven. Het is niet 2000 kilometer, maar 1000 maal. Dus dat is 1600 kilometer. Dat is alsnog net zo ver als Nederland naar Barcelona. Moet je nagaan dat je eventjes random naar iemand toe rijdt die in Barcelona woont om hem te stalken. Dat zijn next level stalkings, kan ik je vertellen. Ze is super wanhopig, ze stalkt hem en heeft er letterlijk alles voor over om het hart van Robert voor zich te winnen. En dan bedoel ik echt alles. En dan denk je dat dit extreem is, maar dat wat volgt, dat overstijgt alles. Dat is iets, dit kun je je niet voorstellen als moeder van 3 kindjes. Maar ze heeft een nogal bizar plan bedacht. Want nogmaals, ze gelooft er heilig in dat zonder haar kindjes Robert wellicht wel interesse in haar heeft. Het is 19 mei 1983. Diane is op dit punt trouwens 28 jaar oud. En ze rijdt met haar kindjes laat op de middag naar een van haar collega's toe. Het is een soort vriendin van haar. Ze gaat daar op visite. Dochter Christiane is op dit punt 8. Cheryl Lynn 7. En Danny is 3. Het bezoekje van Diane kwam trouwens echt nogal onverwacht. Het was niks voor haar om zomaar bij iemand op de stoep te staan. En al helemaal niet bij deze collega. Er was ze zelfs nog nooit langs geweest. Die collega had al zoiets van, oké, super random, maar kom maar binnen. Deze collega's had ook paarden op het erf staan, dus Diane die gaf als reden dat het leuk was voor de kinderen om eventjes met de paarden te spelen. Maar goed, ze hebben het gezellig, de kinderen spelen met de dieren. Maar eigenlijk heeft dit bezoek alles te maken met het walgelijke plan wat Diane in haar hoofd heeft. Ze blijven daar tot vrij laat. 9:30 s'avonds besluit ze pas er vandoor te gaan. En moeder Diane rijdt met de kinderen die op de achterbank zitten naar huis. Maar ze rijdt niet direct naar huis. Diane besluit nog een omweggetje te maken. En dit is iets wat ze naar eigen zeggen vaker doet. Gewoon om eventjes wat van de natuur te zien. Het is pikkendonker midden in de nacht, maar goed, wat jij wil, Diane. Haar kinderen zijn inmiddels achter in de auto in slaap gevallen en ze rijden op een verlaten landweggetje. Ze stopt haar auto, stapt uit en loopt naar achter naar de kofferbak. Ze haalt daar een wapen tevoorschijn. Het is een Ruger 22 caliber semi-automatisch pistool. En daarmee loopt ze richting de achterbank
waar haar kinderen dus liggen te slapen. Ze loopt richting de achterbank. Ze bukt voorover door de deuropening heen, legt haar hand op de stoel en richt het wapen op haar middelste dochter, Cheryl Lynn. En op maar 15 centimeter afstand schiet ze haar dochter neer. Cheryl probeert de auto nog uit te komen om te vluchten, maar wordt nogmaals door haar eigen moeder neergeschoten. Ze schiet daarna haar 3-jarige zoontje neer in zijn rug en haar oudste dochter Christy 2 keer in haar borst. Moet je nagaan dat je zoiets kan plannen. Je hebt nog zoveel kansen om te denken, nee, ik doe het niet. En toch zet je zo'n plan door. Nadat ze haar kinderen in koele bloede heeft neergeschoten, richt ze het wapen op zichzelf in haar arm om zichzelf vervolgens neer te schieten. Voor in de auto had ze een doek neergelegd. Die wikkelt ze om haar wond heen om vervolgens naar het ziekenhuis te rijden. En dit doet ze niet bepaald met heel veel haast. Ja, hoe eerder ze in het ziekenhuis zou aankomen, hoe meer kans de kinderen hadden om dit te overleven. Maar Diane besloot zo ontzettend traag te rijden dat ze zelfs het verkeer ophield. Er zijn zelfs getuigen naar voren gekomen die dit rijgedrag zo opvallend vonden. Ze reed stapvoets, dus laten we zeggen 20 kilometer per uur. En het stukje wat je in volle snelheid zou kunnen halen in 10 minuten tijd, daar deed zij ruim een half uur over. Wanneer ze dan in het ziekenhuis aankomt, schreeuwt ze om hulp. Red alsjeblieft mijn kinderen! Ja, en je moet je voorstellen dat personeel daar in het ziekenhuis, die zijn totaal in shock van wat ze zien. Diane komt naar buiten, 3 kindjes op de achterbank, neergeschoten. Dat moet echt een verschrikkelijke aanblik geweest zijn. Veel van het personeel, ja, dat barstte ook uit in tranen. Dit was zo heftig. De dokters en verpleegsters die doen echt alles wat ze kunnen om de kinderen te redden. Helaas is de middelste dochter, Cheryl, van nog maar 7 jaar oud, al overleden voordat ze het ziekenhuis hebben gehaald. Ze konden niks meer voor haar betekenen. Oudste dochter Christy en zoontje Danny worden zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Echt in zeer kritieke toestand. Het was de vraag of de twee het zouden redden. Ja, Diane komt inmiddels met een verklaring met wat er die avond gebeurd is. Ze was natuurlijk afgeweken van de normale route naar huis om op verkenning te gaan en om meer van de natuur te zien. En ineens stond er een man langs de weg te seinen met zijn armen. Hij zwaaide en die wilde duidelijk dat Diane voor hem ging stoppen. Dus Diane zet haar auto aan de kant. Hij zou hebben aangegeven dat hij haar auto wilde stelen en zou ineens haar kinderen op de achterbank hebben neergeschoten. Gewoon uit het niets. Daarna zou hij zijn wapen op Diane hebben gericht, haar in de arm hebben geschoten. Diane zou met een of andere nepbeweging haar autosleutels in de berm hebben gegooid, waarop die man achter die sleutels zogenaamd aan zou hebben gerend. Zelf zou ze in de auto zijn gestapt en met een noodgang naar het ziekenhuis zijn gereden. Ja, dat is haar verklaring, haar verhaal. Maar goed, het personeel van het ziekenhuis heeft al snel door dat Diane zich niet bepaald opstelt als een rouwende moeder. Een moeder die zich zorgen maakt om haar kindjes. Ze heeft hele rare uitspraken en gedraagt zich echt zo ontzettend vreemd. Ze klaagt namelijk vooral over de bekleding van haar nieuwe auto die nu helemaal onder het bloed zit. Want ja, jeetje, dat kon toch niet gebeuren? En toont verder ook geen emotie over alle toestanden. Ik bedoel, je hebt net iets zeer traumatisch meegemaakt. En zij zit er eigenlijk gewoon vrij luchtig bij. Ja, sterker nog, ze zat af en toe een beetje te giechelen en te lachen, grapjes te maken. Super ongepast. Uiteindelijk is er een dokter die met een mededeling komt dat haar dochter Cheryl is overleden. En dan is eigenlijk al meteen geaccepteerd van, oh ja, ja, nou als God dat wil, dan moet het zo zijn. Het is niet anders. Ze was verder gewoon zo ontzettend kalm. Ondanks natuurlijk die verschrikkelijke aanval die ze had doorstaan. Het leek niet zoveel met haar te doen. Danny was dus in zijn rug geraakt en was verlamd geraakt vanaf zijn middel naar beneden. Christy had een infarct gehad. Zij was dus niet meer in staat om ook maar 1 woord te zeggen. Dus de politie kon de kinderen niet verhoren. Danny was natuurlijk 3 jaar oud. Dat is ontzettend jong. Maar een meisje van 8 kan natuurlijk een verklaring afleggen met alle details. Dus het was wachten totdat Christy kon praten en haar verhaal kon doen. Maar goed, ze moest daarvoor nu natuurlijk vooral laten herstellen. Als Diane dus hoort dat Danny in zijn ruggengraat is geraakt, dan reageert ze heel raar. Zo van, oh, is hij niet in zijn hart geraakt dan?
super verbaasd. Op een rare manier verbaasd. Alsof ze bijna hoopte dat hij in zijn hart was geraakt. Het was vreemd. En ze had over haar dochter Christy gezegd, als ze hersenschade heeft, ze komt er niet meer goed uit. Laat haar alsjeblieft overlijden. Dat zijn nogal heftige uitspraken voor een moeder waar je echt niet met je hoofd bij kan. Christy is dus aan het herstellen in dat ziekenhuis en haar moeder komt op een gegeven moment een bezoek brengen. Christy kan nog niet praten, zoals ik net al zei, maar ze gaf wel een hele heftige reactie bij het zien van haar moeder. Iedereen zag de angst op haar gezicht. En ze konden op de monitoren zien dat haar hartslag flink omhoog ging. Dus het was echt opvallend wat voor lichamelijke reactie Christy op haar moeder gaf. Het was wel duidelijk dat ze haar niet heel graag bij zich had. Wat natuurlijk ook opvallend is, is het feit dat Diane verbonden in het ziekenhuis aankwam. Ze had natuurlijk zo'n doek onderwond gedaan. Terwijl haar kinderen waren zwaar gewond. Die lagen achterin. Ze heeft de tijd genomen om zichzelf te verbinden. Terwijl het eerste wat iemand met fatsoenlijk moederinstinct zou doen, die zou direct naar het ziekenhuis rijden om haar kinderen te redden. Intussen pikt de media het verhaal ook op, maar met name vanuit het perspectief van Diane. Dus ze weet op dit moment nog niet hoe Diane heeft gereageerd. Of ze verdachte is. Nee, ze gaan er eigenlijk vanuit dat er een of andere gek rondloopt. Een man die random 3 kinderen heeft neergeschoten. Er werd toen ook een compositietekening van deze man opgesteld die Diane samen met een tekenaar had gemaakt. Deze werd in de media verspreid. Iedereen moest uitkijken voor deze vent. Dus je kunt je voorstellen dat daar in Oregon nogal wat paniek heerst. Kinderen mochten niet meer alleen over straat lopen. Op dat moment nog niet weten wat er nou echt allemaal speelt. Maar de politie had op dit punt wel zijn bedenkingen bij Diane. Die verdenkingen hadden ze al vrij snel. Ze kwamen met een plan om een reconstructie te doen, zodat Diane kon vertellen hoe alles precies gegaan was. Nou, van deze reconstructie, daar zijn beelden gemaakt. Ik zei aan het begin van deze aflevering al, ik ben deze vrouw echt gaan haten. Tot op het bot. Ik kan er niks aan doen. Die beelden, het is een walgelijke vertoning. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Ze stoot op een gegeven moment ook nog haar arm. Die doet natuurlijk pijn. Dan begint ze te lachen. Ja, ze beseft zich volgens mij niet helemaal hoe ongepast het is om grapjes te maken, te lachen, te giechelen. Het is voor haar één groot spel. En aan alles zie je dat het haar echt geen moer doet. Dit gaat over de 3 kindjes waarvan 1 overleden is en 2 aan het vechten zijn voor hun leven. Het slaat echt alles. Maar goed, ik laat sowieso eventjes een stukje aan jullie zien. Diane voelde eigenlijk de bui al een beetje hangen en is de media gaan opzoeken om vooral te bewijzen hoe onschuldig ze is. En dan hangt ze ook echt het slachtoffer uit. En ook deze optredens zijn ongeloofwaardig. Ze voelen aan alle kanten gewoon gek en naar. En ik kan er eigenlijk niet zo goed naar kijken. Het is echt een rare vertoning. Het is super theatraal. Ze zegt echt de meest bizarre dingen. Dingen waar echt je oren van gaan klapperen. Dat je denkt, dit zegt een rouwende moeder niet. Everybody says you sure were lucky. Well, I don't feel very lucky. I couldn't tie my damn shoes for about 2 months. It is very painful. It is still painful. The scar is going to be there forever. I'm going to remember that night for the rest of my life, whether I want to or not. I don't think I was very lucky. I think my kids were lucky. If I had been shot the way they were, we all would have died. Diane werd op een gegeven moment officieel als verdachte aangemerkt door de politie. Ja, niet heel verrassend natuurlijk. Maar ze konden haar niet direct arresteren. Ze hadden meer bewijs nodig, sluitend bewijs, om de zaak sterker te krijgen. Dan zou je misschien denken, hey, het is toch zo klaar als een klontje? Ja, maar op het moment dat je in een rechtszaal zit, moet je met meer komen dan een paar gekke opmerkingen. Forensisch bewijs is prioriteit. Nou, dus ze onderzoeken haar auto en hieruit blijkt dat het verhaal wat Diane had verteld tijdens die reconstructie helemaal niet kon kloppen. Er was een bloedspatanalist die tot de conclusie was gekomen dat binnen de auto geschoten moet zijn geweest. En volgens het verhaal van Diane stond de schutter buiten en van bepaalde hoeken dat niet matchte met de bloedspatten. De patronen van de spetters die vertellen gewoon een heel ander verhaal dan Diane had verteld. Om het zomaar te zeggen. Het was ontzettend duidelijk dat ze hier een potje aan het liegen was. Tijdens de verhoren verandert ze ook telkens haar verhaal. Ik denk dat ik nog nooit iemand in een zaak zo ongeloofwaardig heb zien zijn. Het voelt je bijna beledigd dat deze vrouw denkt dat mensen haar geloven.
Snap je wat ik bedoel? Ook werden de kruidsporen onderzocht op de kleding van de kinderen. En het was wel duidelijk dat ze van dichtbij waren neergeschoten. En helemaal niet de afstand waar Diane het over had. Diane begon steeds meer door de mand te vallen. Op een gegeven moment hadden de onderzoekers ook wat hulzen gevonden van de kogels. Konden ze ook vaststellen wat het moordwapen was geweest. En daar gingen ze naar op zoek. Dus ze hoopten tijdens een huiszoeking dat ze dat wapen zouden vinden. Dus ze doorzochten het huis van Diane. Ze hoopten dat ze meer bewijs zouden vinden tegen Diane. Of het nou het moordwapen was of iets anders. En tijdens deze huiszoeking vonden ze dus Diane haar dagboeken. En kwamen ze er dus achter dat ze een affaire had met een Robert. En hoe obsessief ze bezig was. Ze vonden zelfs alle brieven die ze naar hem had gestuurd. Ze kwamen erachter dat ze zelfs bijna elke dag hem aan het schrijven was, met hem bezig was. En zo stuitte ze ook op het motief dat Robert haar kinderen niet moest. Ze was zo gek op deze man dat ze haar kinderen ervoor zou opgeven. Hij wilde geen stiefvader zijn, dus moest ze wel van haar kinderen af. Ja, haar ziekelijke obsessie kwam duidelijk aan het licht door deze dagboeken. Ze vinden tijdens deze huiszoeking daadwerkelijk een wapen, namelijk een .22 caliber geweer. En ze doen een ballistisch onderzoek in het laboratorium. Ze onderzoeken dan of de kogels die zijn gevonden op de plaats delict overeenkomen met de markeringen die dat wapen achterlaten. Ze doen wat testschoten, etcetera. En dan gaan ze de kogels met elkaar vergelijken. De markering die dat wapen dan achterlaat in zo'n kogel, dat is heel uniek. Het kan dan maar één wapen zijn. Ja, ze komen er na dit onderzoek achter dat dit dus niet het moordwapen is geweest. Maar er is wel iets anders opvallends aan de hand. De kogelhulzen hebben dezelfde uitwerpmarkeringen als de hulzen die op de plaats delict zijn gevonden. Dan vraag je af, dit is best wel een beetje een ingewikkeld verhaal. Ze hebben natuurlijk dat geweer gevonden in het huis van Diane. En de kogels op de plaats delict hebben dus wel in dat wapen gezeten. Maar als je zo'n wapen uit gaat laden en de kogels eruit haalt, dan laat hij wel bepaalde markeringen achter. Dus het is niet het wapen waarmee het is geschoten, maar de kogels die op de kinderen zijn afgevuurd, hebben dus wel in het wapen gezeten. En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke. Ze kwamen er ook nog achter dat Diane nog een wapen op haar naam had staan. En laat dit nou hetzelfde soort wapen zijn die bij de aanval is gebruikt. Dat wapen is nooit gevonden, maar zat dus wel het soort wapen in haar bezit wat tijdens de aanval is gebruikt. Ja, dat is vrij verdacht. Dit alles op een hoop was gelukkig genoeg om Diane te arresteren. Dit gebeurt ook op 28 februari 1984. Niet veel langer daarna staat ze voor het gerecht. En dan komt de advocaat van Diane met schokkend nieuws. Ze is namelijk weer zwanger geraakt. En dit keer van een journalist. Er is weer iemand ingetrapt. En daar staat Diane in de rechtszaal met wederom een dikke buik. Hoe schrijnend is het dat zij nog een kind op de wereld gaat zetten, terwijl het wel duidelijk is dat ze haar drie kinderen wilde vermoorden. En eentje daarvan is natuurlijk ook daadwerkelijk vermoord. Nou, buiten die rechtszaal worden natuurlijk ook beelden gemaakt van Diane. En dan lacht ze naar de camera. Ze kikt er eigenlijk wel op dat mensen haar weer zwanger zien. Ze hoopt natuurlijk ook een bepaald soort sympathie daarmee te krijgen. Dat er misschien toch een kans in zit dat ze daardoor een lagere straf krijgt. Of dat mensen haar geloofwaardig gaan vinden. Diane is denk ik nog nooit niet zwanger geraakt zonder reden. Ja, het is echt een beetje die arrogantie die je wel op die beelden ziet. Ze is echt zelf ingenomen, zelfverzekerd ook. Ze is helemaal niet bang voor wat er komen gaat. Ze denkt er denk ik ook wel mee weg te kunnen komen. En dan wordt ze hierna ook nog geïnterviewd over haar zwangerschap. En dan heeft ze nog het gore lef om te zeggen dat ze haar kinderen zo erg mist. En dat ze daarom ervoor heeft gekozen om weer zwanger te raken. Haar woorden zijn dan letterlijk: ik kan de kinderen niet vervangen, maar ze geven allemaal hetzelfde soort liefde. En dat is van mij afgenomen. Ik ben wederom weer het slachtoffer. En ja, kinderen zijn ook heel makkelijk te krijgen. Dat is letterlijk wat ze tijdens dat interview zegt. I got pregnant because I miss Christy and I miss Danny and I miss Cheryl so much. I'm never gonna see Cheryl on earth again. And I just, you can't replace children, but you can replace the effect that they give you. And they give me love, they give me satisfaction, they give me stability. They give me a reason to live and a reason to be happy. And that's gone, they took it from me. But children are so easy to conceive.
Ze kreeg natuurlijk behoorlijk wat aandacht, hè, door deze zwangerschap. En dat was gewoon puur genieten voor deze vrouw, laten we eerlijk zijn. Op dit punt gaat het inmiddels een stukje beter met Danny. De jonge Danny zal de rest van zijn leven in een rolstoel zitten, omdat hij natuurlijk verlamd is tot aan zijn middel. Hij en Christy zijn inmiddels geadopteerd en wonen in een ander gezin. En dat is eigenlijk wel een hele bijzondere, want de aanklager, dus zoals wij zeg maar de officier van justitie kennen, die heeft deze kindjes geadopteerd. Die had zoiets van, ik wil deze kinderen een goede toekomst geven. En samen met zijn vrouw, ja, heeft hiervoor gekozen om deze kinderen een nieuw en beter leven te geven. In hoeverre dat natuurlijk kan met zo'n gebeurtenis en trauma, mijn god. Nou, ik vind het in ieder geval wel heel bijzonder dat zo'n aanklager ervoor kiest die kindjes in zijn gezin op te nemen. Ik vind dat iets heel moois. Christy is uiteindelijk toch begonnen met praten. En dat meisje heeft natuurlijk een enorm trauma. Zij kon zich van A tot Z nog herinneren wat haar moeder die avond had gedaan. Ze had alles meegekregen, alles gezien. En ze koos ervoor om in het getuigenbankje te gaan zitten. En tegen haar moeder te gaan getuigen. Ja, dat moet natuurlijk verschrikkelijk moeilijk voor haar geweest zijn. En ze zou dan een jaar of 9 à 10 jaar oud zijn geweest. Moet je nagaan. En dan heeft ze ook nog aangegeven dat ze nog steeds van haar moeder houdt. Dus dat meisje is zo trouw aan haar moeder, ondanks alles wat, ja, Diane haar heeft aangedaan. Dat is natuurlijk ontzettend sneu. Maar ja, dat is een soort van natuurlijke band. Zo'n meisje is natuurlijk haar hele leven afhankelijk geweest van haar moeder. Misschien wel de enige persoon waar ze tegenop keek. De liefde voor haar moeder is ondanks alles dus niet weggegaan. Ik weet natuurlijk niet hoe dat op dit moment is, maar ze geeft als getuige aan dat haar moeder de schuldige is. Ze allemaal heeft neergeschoten, tot in elk detail wat ze zich kon herinneren. Voor al deze mensen, al deze toeschouwers. Ja, en iedereen luisterde ademloos naar haar. Je kunt je niet voorstellen dat een moeder tot zoiets in staat zou zijn. Op 18 juni 1984 wordt Diane Downs schuldig bevonden aan de moord op Cheryl en op de poging tot moord van Danny en Christy. Ze kreeg een levenslange gevangenisstraf opgelegd, plus nog 50 jaar. En niet veel later beviel ze dus van het kindje waar ze zwanger van was geraakt tijdens het proces. Dat meisje noemde ze Amy en werd direct na de bevalling bij haar moeder weggehaald en ter adoptie aangeboden. Nadat Diane 3 jaar vast heeft gezeten, ontsnapt ze nog uit de gevangenis. En dat was eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Ze is het hek op gaan klimmen, had dubbele lage kleding aan om niet gewond te raken van het prikkeldraad. Heeft zich verstopt onder een auto totdat de kust veilig was. En is gewoon daar weggelopen. Ze duikt vervolgens 10 dagen lang onder bij verschillende mannen. Nou, die verandert ook nooit, zullen we maar zeggen. Gelukkig wordt ze daarna weer opgepakt. En die vrouw zal gelukkig nooit meer vrijkomen. En ik denk dat we daar in ieder geval blij mee moeten zijn. Deze vrouw is naar mijn idee in en in slecht. Ik vind het zo'n heftig verhaal. Ik ken het al een tijdje. Ik kan er echt met mijn hoofd niet bij dat je van je eigen kinderen af wil. Dat je ze dan maar neer gaat schieten. Dat je dan ook nog zo de media opzoekt. Ik denk dat er niemand is die deze vrouw echt leuk vindt. Maar ik voelde echt een bepaald soort verschrikkelijke boosheid en irritatie naar deze vrouw. Ik denk dat dat logisch is na alles wat ze heeft gedaan. Maar ik ben natuurlijk ook heel benieuwd wat jullie van dit verhaal vinden. Ik heb dit verhaal nogmaals wat verder uitgediept in Moordkast. In de podcast die ik samen met mijn broer doe. Linkje daarvan staat onder in de beschrijving. We zijn ook genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Zoals ik eerder al zei, vergeet niet op ons te stemmen. Ook daarvan staat het linkje onder in de beschrijving. En ja, mocht je nog zaken hebben die we in het vervolg moeten bespreken, zet het eventjes onder in de reacties. Want dit is wederom een zaak die door een van jullie is ingestuurd, die ik nog kende van een documentaire en die ook zeker op mijn lijstje stond. Nou, van deze moet ik even bijkomen hoor, jongens. Alles wat ik trouwens heb gebruikt voor deze look staat onder in de beschrijving. Ja, dit was het alweer voor deze week. Ik zie jullie volgende week weer om 4 uur 's middags met een nieuwe misdaad en make-up. Heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Vergeet ook niet op mijn kanaal te abonneren als je van dit soort video's houdt. En dan zie ik jullie dan weer. Mwah. Tot de volgende keer.